Hof. De moeder is Kalesh en de moedersvader is Nassau. De Hengst is geboren op 10 juni 2020. En de Hengst meet 1,68 meter. De vader Ducati van Schuttershof is gekeurd bij het AIS, is geboren in 2009 en uitgebracht in het 1,55. Zoon van Kashmir van het Schuttershof. En grootmoeder Kelly Chin is zelf uitgebracht in het 1,60 springen en heeft inmiddels 4 1,60 nakomelingen en 3 goedgekeurde zonen. Ducati heeft zelf inmiddels 5 goedgekeurde zonen. Moedersvader is Nassau, uitgebracht door Jeroen Dubbeldam in het 1,60 springen. En de indoctrozoon uit de stam van Hagedoorn, grootmoeder Jolanda, bracht ook de hengst Vasco voort. Nassau heeft 2 goedgekeurde zonen en 7 springpaarden die 1,60 springen. Moeder is Kalesh. Is geboren in 2007, heeft 6 nakomelingen, waarvan de oudste uit 2011 tot deze Ducalesh zijn. Dus tot dusver de bij haar ons onbekende bekende nakomelingen. Zij heeft inmiddels 1 dochter Kalesh in het 1,45 springen. Maserati en Galowina allebei in het 1,30. Moeders Olga Lovina, die is sterprestatie sport, geboren in 96 en had een sportcarrière achter de rug, uitgebracht in het 1,30 springen. Nakomelingen, de volle broer van deze Olga Lovina, is uitgebracht in het 1,60 springen eveneens. Moeder is Coffeina. Dus prestatie, vader is recruit Mal Rigoletto, een merrie uit 1992. En Caffeina is zelf uitgebracht in het 1,10 springen. Laat 13 nakomelingen na. Naast bovengenoemde Olga Lovina heeft ze nog een 1,40 merrie uit 2004 genaamd Zsasza Gábor. Dat alles over Ducalesh, gefokt door Anton Dekkers in eigendom bij Anton Dekkers en JTS Paarden.